Ik vind dat een wat te stellige uitdrukking. Ik zou het eigenlijk zo willen zeggen dat eigenlijk alles wat wij als vanzelfsprekend vinden in ons dagelijkse leven op dit moment niet meer zo vanzelfsprekend is. En ik wil daarmee aangeven dat de Vierdaagse 2021 ook niet meer vanzelfsprekend is. Maar helemaal uitsluiten dat we toch kunnen gaan organiseren wil ik ook weer niet. Laten we niet te hard van stapel lopen. Alles is op dit moment natuurlijk onzeker. En evenementen voor het volgende jaar, kijk bijvoorbeeld carnaval, daar hebben ook de meeste gemeenten nu moeten concluderen, dat gaat niet door. De Vierdaagse is natuurlijk wel een aantal maanden later. Wat we nu al weten is dat als wij uitgaan van de anderhalve meter maatregelen, dat een Vierdaagse zoals we die gewend zijn, met een start- en finish locatie op de wedren, met de doortochtgemeente waar het soms heel druk is als alle afstanden daar bij elkaar komen, dat dat een heel lastig verhaal gaat worden om die anderhalve meter in acht te nemen. Ik denk dat het verstandig is om je voorbereidingen te laten doorlopen, maar het is wel verstandig om naar eventuele deelnemers duidelijk te maken van je ja, hou er rekening mee dat het niet kan doorgaan of slechts een aangepaste vorm. Dat is natuurlijk heel verstandig om dat aan te geven.